Hoe kunnen we volgens Bijbelse principes omgaan met ons geld? Welkom bij Uitgelicht. De helft van de Nederlanders snapt helemaal niks van geld. Dat zeggen Nederlandse economen op basis van een aantal recente onderzoeken over geld en gedrag. Straks een gesprek over hoe je kunt omgaan met geld en welke Bijbelse principes je daarbij kan hanteren met Natasja Naron van Gabriel Financiële Bescherming. Maar eerst naar België. Joodse organisaties in België zijn boos op een carnavalsvereniging in Aalst. De vereniging had voor de carnavalsoptocht een wagen gebouwd met twee gigantische poppen van Joden met grote kromme neuzen. Bij hun voeten lagen zakken vol met geld. Aan de telefoon hebben we Hanna Lude van het CIDI. Goedenavond. Goedenavond. Waarom is deze wagen zo kwetsend? Het is kwetsend omdat het precies inspeelt op antisemitische stereotypen van hoe Joden eruit zien. U heeft het genoemd net, de kromme neuzen, et cetera, maar ook de relatie met geld. Het tweede vooroordeel, wat heel erg kwetsend is, onjuist en stigmatiserend is. Ja. Sterker nog, als je kijkt naar de reactie, wordt gezegd van we vonden het komisch. We willen geld opsparen, dus we geven de Joden het geld of zoiets. Het is denk ik heel erg omdat men niet eens van bewust hoe diep deze vooroordelen ingegraven zijn in het denken. Ja, hoe diep die pijn zit hierover eigenlijk. Dat is niet, ja. Daar zijn ze niet bewust, ja, van. Ja. Nu heeft, ja, de burgemeester van Aalst zich ook achter de carnavalsgroep geschaard. Hij zegt dat de leden, ja, van de groep geen kwetsende intenties hadden. Wat zegt zo'n reactie? Nou, ik geloof graag dat ze geen kwetsende intenties hadden. Maar dat geeft juist twee dingen aan. Ten eerste dat ze nogmaals niet bewust zijn van hun eigen vooroordelen. En het laat zien dat ze daar ook absoluut niet zichzelf daar niet vragen van wat doe ik nou en wat betekent dat voor mensen die niet onderdeel zijn van mijn groep. Dezelfde burgemeester zegt we willen het geloof niet belachelijk maken. Dat hebben ze ook niet gedaan, maar het gaat niets over het geloof. Het gaat om hoe je mensen portretteert en niet hoe het geloof geportretteerd wordt. Ja. En de mensen als groep. En het is dus ook een groep die buiten deze carnavalvierende groepen zou moeten staan, bij wijze van spreken. Ja. En dat maakt het nog kwetsender. Als we gewoon onszelf belachelijk maken, is een heel ander verhaal. Dat doet elke groep voor zichzelf. En dat heeft het een hele andere lading, ja, dan wanneer het andere mensen zijn een andere groep, ja, belachelijk zou moeten maken. En daarbij alle gangbare kwetsende stereotypen daarvoor zou gebruiken. Ja, vorige week meldde de Belgische racismewaakhond Unia dat het aantal antisemitische incidenten afgelopen jaar bijna is verdubbeld. Hoe komt dat? Is dat te verklaren? Ja, nou, de verklaring die wij hebben is dat het tegenwoordig bijna bon ton is om vooroordelend en vooral antisemitisch zich te uiten. Mensen hadden vroeger een beetje zin om dit soort zaken te doen, want men is degelijk van bewust dat je dat niet mag zeggen. Mm-hmm. Tegenwoordig lijkt het stoer of zo. Ik weet niet precies wat het is. Nee. Het is één kant van de medaille en het is eigenlijk het gevolg van het feit dat op sociale media en andere internetfora en websites dergelijke zaken makkelijker zijn. De drempel om je vanuit je huiskamer achter je computer iets kwetsends te zeggen is veel lager. Ja, anoniem natuurlijk. Veelvuldig, ja, anoniem nou niet per se. Maar het is anoniem in die zin dat je niet ziet tegen wie je praat, ook als je naam daarachter staat. En omdat dat zo makkelijk is en dat daarna nog zo makkelijk verspreidt, dan komt het bij veel meer mensen. En als het op de virtuele wereld kan, dan gaat het heel snel over naar de echte wereld. Ja, en dat, ja, is dus wat we nu zien. Ja, dank dat u even aan de telefoon wilde komen en voor uw toelichting. Hanna Lude van CIDI. Fijne avond nog. De helft van de Nederlanders snapt helemaal niks van geld. De afgelopen periode zijn er verschillende onderzoeken verschenen rond geld en gedrag van onder andere het Nibud en het Sociaal en Cultureel Planbureau, die conclusie onderschrijven. In de studio Natasja Naron, directeur van Gabriel Financiële Bescherming. Goedenavond, hartelijk welkom. Onderschrijft u die conclusie ook? Ja, die onderschrijf ik ook inderdaad. Ja. Het is echt zoveel mensen die dus eigenlijk niet zoveel van geld begrijpen.
Ja, dat is wel wat wij ook in de praktijk meemaken. Klopt. Ja. Hoe komt dat? Of heeft u daar een voorbeeld van dat mensen er niks van snappen? Waar blijkt dat uit? Ja, inderdaad. Nou, dat onderzoek waar je naar refereerde wordt ook twee redenen genoemd. De eerste, hoe zij het dan noemen, is dat gewoon heel veel mensen het heel moeilijk vinden om het geld om te gaan. En dat het ook te maken heeft met het vooruitdenken wat daar vaak nodig is en het rekenen. En de tweede reden die ze noemen is dat de verleidingseconomie natuurlijk steeds groter wordt. En de derde die ik er zelf eigenlijk nog wel aan wil toevoegen, is dat veel mensen toch erg de neiging hebben om andere mensen na te willen doen. En dan bedoel ik dat niet heel bewust, maar dat je toch onbewust merkt dat bijvoorbeeld een bekend voorbeeld de buurman een nieuwe auto heeft. En je dan ook wel denkt, oh, dat is ook wel weer leuk. Yeah. Misschien met vrouwen een beter voorbeeld, dat je ziet dat je vriendin een nieuwe kleren hebt en dat je ook wel weer wat nieuws wil. Yeah. In plaats van dat je echt je focust op de dingen die je zelf belangrijk vindt. Ja, je wordt eigenlijk aan alle kanten mee geconfronteerd om nieuwe spullen te kopen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat vooruitrekenen wat u noemt, hoe is dat een probleem? Dat mensen dat niet kunnen, omdat ze dan niet bepaalde uitgaven aanzien komen? Of hoe werkt dat? Ja, nee, wat volgens mij een belangrijk probleem daarbij is dat veel mensen gewoon gefocust zijn op korte termijn. Of ik denk dat iedereen het eigenlijk wel heeft, alleen de een kan er beter mee omgaan dan de ander. Dus dat je toch de verleiding hebt om nu iets te willen kopen, in plaats van geld te willen reserveren voor lange tijd. Dus dat die verleiding er is probleem één. Maar probleem twee is dat heel veel mensen zich ook niet goed genoeg bewust zijn van dat je, bijvoorbeeld als je een eigen woning hebt, het belangrijk is om geld te reserveren voor toekomstig onderhoud. En dat als je spullen hebt, dat die wel een keer vervangen moeten worden. En veel mensen hebben het ook over een bepaald bedrag dat ze sparen per maand, zonder dat ze dat echt specificeren. In dit bedrag wil ik reserveren daarvoor, dit daarvoor. En dat je dan eventueel nog echt wat overhoudt om te sparen voor een vrije keus. Ja. Maar een aantal dingen, het NIBUD noemt dat bijvoorbeeld ook niet sparen, maar noemt dat reserveringsuitgaven. En ik denk dat die dingen wel zouden helpen om een beter inzicht te hebben daarin. Ja, mensen hebben eerder de neiging om snel even iets nieuws aan te schaffen, zonder dat ze denken, ik ga daar eerst sparen, zeg maar, voor een groter doel. Maar voor kleine uitgaven kan het ook. Maar als je bijvoorbeeld wel een auto ook nodig hebt om je werk te kunnen doen, en je vindt het bijvoorbeeld wel juist belangrijk om een auto van een bepaalde klasse te hebben of prijsklasse, omdat je dat bijvoorbeeld veiliger vindt of wat dan ook, dan is dat niet iets wat je eventjes kan betalen. Dan moet je gewoon eigenlijk maandelijks geld voor apart zetten. Ja. Omdat je weet, het moet een keer betaald worden. Ja. U noemde net al die verleidingseconomie als een van de redenen die economen noemen vanwege die financiële, waardoor die financiële problemen ontstaan. Wat is dat precies, die verleidingseconomie? Hoe kunt u dat uitleggen? Ja, dat heeft natuurlijk alles met marketing te maken. Er zijn natuurlijk veel bedrijven die heel erg op gericht zijn van hoe zorg ik dat ons product gekocht wordt. Daardoor krijgen veel mensen de verleiding om dingen te kopen, zonder dat ze dat eigenlijk heel belangrijk vinden of dat dat leuk voor hen is of ook maar echt toevoegt aan hun leven. Ja. Maar hoe kan daar weerstand aan geboden worden? Want u zegt het al, als de buurman een nieuwe auto heeft gekocht of nieuwe kleren, maar ook door reclames, door advertenties, worden er natuurlijk constant mee geconfronteerd. Hoe kunnen mensen daar weerstand aan bieden? Ja, en een heel belangrijk onderwerp is volgens mij dat je echt moet kijken van welke dingen vind ik nou echt belangrijk in het leven. En dat gaat volgens mij echt even om de diepere dingen. Wij stellen bijvoorbeeld veel klanten wel eens een wat beetje heftige vraag misschien, maar wat als je bijvoorbeeld nog maar 3 jaar te leven hebt? Hoe zou je dan je leven verder zien? Of hoe kijk je terug op je leven? Nou, dan kom je vaak meer tot essentie. Dan geven mensen bijvoorbeeld antwoorden als ik nog maar 3 jaar te leven heb, zou ik graag meer tijd met mijn familie besteden. Ja. En dat zijn dan voorbeelden van dingen die echt belangrijk zijn voor mensen. Dus bijvoorbeeld tijd aan hun kinderen of een partner kunnen besteden. Terwijl als je vervolgens kijkt van waar wordt nou tijd en geld aan uitgegeven, dan zijn er genoeg mensen die niet aan die dingen die voor hun prioriteit hebben, ook echt hun tijd en geld besteden. Ja, dus mensen moeten zich eigenlijk bewust worden van het verband tussen prioriteiten en het uitgeven van geld. Ja, dat is denk ik een heel belangrijk punt. Ja, en verder is het ook gewoon een stukje bewustwording dat er natuurlijk heel veel marketeers hier proberen te verleiden door dingen. En dat is echt wel ook via een soort van gemene trucs, via psychologische dingen waar je helemaal niet van bewust bent. Maar ik denk, als je die focus maar heel erg op je prioriteiten hebt, dan kan je ook die verleidingen weerstaan. Ja, er zijn veel Nederlanders die met problematische schulden zitten. 1,4 miljoen en ook het aantal werkende armen, dus mensen die 4 dagen in de week werken, maar toch niet rond kunnen komen, die is anderhalf keer zo groot geworden. Wat zijn nou tips om zulke financiële problemen te vermijden? Naast dat, u zegt al, bewustwording van waar wil ik mijn geld dan uitgeven. Maar zijn er ook nog andere tips voor om
ja, die problemen te vermijden? Ja, ja zeker. Ja, ik denk een heel belangrijk punt is dat je echt zelf gewoon een inzicht hebt in wat komt er binnen en wat gaat eruit. Dan kan je vervolgens namelijk ook die prioriteiten leggen. En een ander heel belangrijk punt vind ik dat je er gewoon open over bent. Dat stel dat je vrienden uit eten willen, dat je gewoon eerlijk zegt, ja, ik heb daar op dit moment gewoon het geld niet voor. En ja, dan hoef je misschien ook helemaal niet voor te schamen. Je kan ook creatief kijken hoe je het misschien op een andere manier leuk kan hebben. En ook als je kinderen hebt richting de opvoeding van de kinderen, zie je ook best wel vaak dat er een beetje ingewikkeld gedaan wordt over geld. Nou, volgens mij is dat helemaal niet nodig. Mag je daar gewoon open over zijn en hun daar op jonge leeftijd juist in meenemen. Ja, meenemen ook in wat de waarde van geld is. Ja, zeker. Ja. 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 Nu zeggen mensen ook vaak, ja, je kunt geld besparen door te vergelijken. Waar kan ik mijn energie vandaan halen? Dat soort dingen zijn natuurlijk heel veel tools voor. Ja. Maar veel mensen zullen ook door de bomen eigenlijk het bos niet meer zien. Zoveel mogelijkheden om het te vergelijken. Hoe kunnen mensen daar op een goede manier mee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat de mensen zeggen, ja, ik blijf wel bij mijn eigen energieleverancier, want het is me te veel gedoe om het uit te zoeken. Ja, ja, nou, ik denk ook daar weer begint het weer met een stuk inzicht. En dan heb je juist duidelijkheid van wat geef ik uit. En ik denk dat je zowel voor als je vaste als variabele uitgaven gewoon periodiek moet kijken. Kan ik daarop besparen? En dus, dan heb ik het over bijvoorbeeld een voorbeeld als besparen van ik ga naar een andere leverancier. Uit heel veel uitgaven denk ik dat je veel meer kan besparen door dingen te bedenken als, is dit nog belangrijk voor mij? Ja, ja, dus bepaalde abonnementen die eigenlijk ook gewoon opgezegd kunnen worden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, inderdaad. Wat zegt de Bijbel over het omgaan met geld? Nou, die zegt daar heel veel over. Meer dan 320, 150 teksten die hebben in verband met dit onderwerp. Ja. Een paar belangrijke bijbelteksten vind ik bijvoorbeeld van dat je juist je schatten in de hemel moet verzamelen. En dat vind ik ook erg verband hebben met waar we het net over hadden, met die prioriteiten leggen en ook op lange termijn gefocust zijn in plaats van op korte termijn. Dat bij ons ook echt heel erg geleerd om juist bezig te zijn met de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Ja, dus weer die prioriteiten stellen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, en met die prioriteiten stellen bedoel ik juist ook de prioriteiten die, die verband houden met de talenten en verlangens die God je gegeven heeft. Ja. Morgen start de 40 dagen tijd, de voorbereidingstijd voor Pasen. Er zijn verschillende christelijke organisaties die daar een kalender voor uitgeven. Ja, jullie gaan het ook doen over bewust omgaan met geld. Wat is de link tussen geld, omgaan met geld en de voorbereidingstijd voor Pasen? Ja, nou, daar zijn er zelfs drie. Eentje is een algemeen, eigenlijk niet-christelijk punt, dat je, als je echt verandering wil in je leven, dat het goed is om dingen eigenlijk 40 dagen lang mee bezig te zijn. Dus dat is een mooie koppeling. En ik geloof gewoon dat het heel belangrijk is om juist met ook de omgang met geld en ook hoe God dat bedoeld heeft, om daar echt bij stil te staan en daar dus echt een verandering zeg maar in mee te maken. En verder is een heel belangrijk punt dat je toch toeleeft naar naar Pasen en dat Jezus ons natuurlijk echt heeft vrijgekocht. En dan vind ik het juist heel mooi om te kijken naar een punt als geld, wat voor veel mensen gewoon echt gebondenheid geeft, dat juist er vrij van mag komen. Ja, en de derde link is dat juist die 40 dagen tijd echt een tijd van bezinnen is. En dat doe je naar mijn idee juist ook met dingen waar je gewoon dagelijks mee bezig bent. Om daar eigenlijk iets in te doorbreken. Heel veel dingen waar juist geld een heel erg voorbeeld van is. Waar iedereen gewoon dagelijks mee bezig is. En je heel vaak dingen doet zonder daar meer over na te denken. Dat juist in die 40 dagen tijd je bewust kan gaan nadenken van, ja, hoe ga ik daarmee om? Zowel daadwerkelijk in je uitgaven, maar ook een beetje je kijk hierop. Ja. En hoe kan je dat doorbreken? Ja, waar kunnen mensen zich aanmelden voor de kalender en wat krijgen ze dan? Ja, ze kunnen zich aanmelden op www.gabrielfb.nl/40-dagentijd. Vervolgens kan je je aanmelden, dat is gewoon helemaal kosteloos. En dan krijg je elke dag een e-mail. En in die e-mail staat dan een bijbeltekst. Er staat een hele mooie praktische uitleg. Vaak ook bijvoorbeeld een voorbeeld van de schrijvers uit het leven. Ja. En dan nog een uitspraak en ook een uitdaging. Dat is eigenlijk een opdracht hoe je dat dus praktisch kan maken. Laten. Ja, dus echt iets praktisch en een overdenking. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dank voor je toelichting, Natasja Naron van Financiële Bescherming. U bedankt voor het kijken. Morgen dan zijn we er weer met Uitgelicht. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot dan. Dag!